En in dit laatste blok aandacht voor die laatste twee taken in die rouwarbeid. Aanpassen aan het nieuwe leven en opnieuw genieten. Ja, aanpassen aan dit leven. Hoe hebben jullie dat gedaan? Um, nou ja, voor mij is het in eerste instantie gewoon accepteren dat ik Usher heb. Gewoon accepteren. Ja, en dat ja. is natuurlijk helemaal niet gewoon. Dat heeft heel lang geduurd. En ik vond het altijd bijzonder dat je. Uh, 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 het woord accepteren en omarmen altijd in één zin, of als hetzelfde woord genoemd zou worden, toen dacht ik, ja, maar hoe zit dat dan? En toen ben ik voor mezelf op onderzoek uitgegaan en toen dacht ik van ja, acceptatie betekent dus ook dat je het verdriet en dat je het rouw toe mag laten. Dus dat was voor mij de eerste stap wat ik moest doen. En uiteindelijk omarmen is ook ermee van betekenis mogen zijn voor een ander. En dan kom je weer bij dat uh, opnieuw genieten en, het, ja. uh, en de veerkracht. Ja, nu. Het heeft uh, aanpassen, heeft vooral te maken met zingeving en betekenis vinden in je leven. En ik vind, Joyce, dat je het prachtig gedaan hebt met dit boek dat ik echt uh, ademloos heb gelezen. Hè? We gaan waar, het even in, even in beeld ja, brengen. Hè? Uh, waar je eigenlijk. Uh, het hele proces dat je doormaakt, op een heel creatieve manier aan de wereld hebt geschonken. Uh, en dat is ook een vorm van betekenis geven: zingeving. Niet iedereen kan dat natuurlijk, maar elke mens kan van op zijn leven, in zijn relaties met anderen, in zijn gezin. Uh, met de mensen die hem dierbaar zijn, proberen betekenis en een zin te geven aan wat uh, dit is nu eenmaal iets waarmee we moeten mee leven. Welke tips heb je als je niet een boek kan schrijven of, een, uh, uh, of er een muziekstuk uh, uh, van kan maken? Hoe, ik hoe heb vooral tips dan? naar de omgeving van luisteren naar mensen. Want in het verhalen over, mm -hmm. help je mensen op verhaal komen in hun leven met die dingen. En Lotte heeft daar al de nadruk op gelegd, dit kunnen vertellen aan mensen. Mensen die het o serieus nemen. Mm -hmm. Ja, voor jou is uh, lot, lotgenotencontact heel belangrijk. Hè? We hebben daar ook een, uh, een foto van. Mm -hmm, dat klopt. Wie, wie zijn uh, de mensen die we uh, op de foto bij jou zien? Uh, Romee is links en uh, midden is Merel. Het zijn ook twee meiden, ongeveer zijn iets jonger dan dat ik ben, uh, met Ussen 2A. Uh, allebei uh, gediagnosticeerd ook, nou ja, begin 20 waren zij, allebei ook verpleegkundigen. En uh, allebei ook jong moeder. Dus we hebben heel veel overeenkomsten. En wat, wat helpt jou uh, in het omgaan met hen? Um, ja, verschillende dingen. Uh, met name ook bij elkaar uh, het hard, de hartluchten. Uh, mm. Als het dus echt zwaar is dat je het herkenning zoekt mm. bij, de, bij, de, bij je lotgenoten. Dat is mm. wat we vooral bij elkaar vinden. Wat kunnen zij anders dan een lieve buurvrouw? Ja, het echt snappen. En dat is misschien heel, heel suf, maar dat, dat voel je, je voelt van: oh ja, ze zeggen, oh ja, wat jij net ook zei: het niet te vaak drinken, want dan moet je naar de wc. En hoe ziet die ruimte eruit als je in een restaurant zit? Ik vraag ook heel vaak: wil jij eerst even naar de wc gaan en een traptreden tellen? En dan vertellen waar die wc zit, enzovoort. Ja. enzovoort. Ja. Om maar een beeld te krijgen. En ik voel dan herkenning. Dat ik denk. Ah, oh, fijn, jij snapt dat. Ja. Dat, dat. Ik hoef niks uit te leggen. Betekent dat dat er ook direct verwantschap tussen jullie is? Nou ja, Zelfs als je elkaar al een glas, glas niet zitten kent, zitten wij allebei weg. Ja, maar als wij je zetten je hartstikke... gaat praten, ja. Ja. hem om. Maar ik raak al in paniek om het feit dat u überhaupt een glas op tafel wordt gezet. Mm. Uh, en dat herkennen wij al. En ik heb dat ook met mijn broer, want die heeft ook Usher. Mm. En wij hebben echt een hoofdwoord genoeg om echt te snappen hoe dat is. Nou, zijn er misschien ook mensen die denken: maar ik wil niet bij zo'n lotgenotenclubje. Dat hoeft toch ook helemaal niet? Nee, het is dus je Dat niet wil, je ja, het moet niet doen. ook niet. En, nee. en sommige mensen duwen ook die werkelijkheid van zich af. Hè. Ja. Uh, dat is ook heel begrijpelijk. Uh, en hebben tijd nodig hm. om iets wat te moeilijk is te laten doordringen. Dus die ontkenning, men moet dat ook niet negatief bekijken. Dat heeft ook iets positiefs. Want het doseert hm. een realiteit van je draagkracht. Dus iedereen mag echt de tijd nemen ja, voor ja. al die verschillende ja, taken. is ja, 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 ja. steeds wat je zegt. We gaan eens even kijken waar jullie thuis kracht uit halen. Dat is uh, slido nummer drie, die hebben we jullie net gevraagd. Uh, deze bijeenkomst geeft, uh, geeft kracht. Uh, heel fijn om te lezen. Uh, relativeren. Wat valt jullie, uh, welke, welke willen jullie eruit pikken? Uh. Nou, het contact met lotgenoten, ik heb dat heel lang ook afgehouden. Uh, Want ik had mijn broer toch en dat was al zeg maar lotgenoot genoemd. Ja. Maar ik weet nog wel de eerste keer dat ik echt uh, met mensen van Stichting Ussyndroom in contact kwam. Die dus ook veel verder zijn in mm -hmm. het ziekteproces. Uh, bijvoorbeeld Yvonne Bressers, die ook uh, bestuurder is, mm -hmm. of voorzitter is. En dacht ik, jeetje, zij zit nu in de leeftijd waar ik zo bang voor ben. En kijk wat zij nog steeds allemaal kan. En mm -hmm. zij is echt mijn hoop voor mijn toekomst geweest. In die fase ah, ook. Dus van, dat uh, heeft je ook hoop gebracht. Ja. ja. Leven in het nu uh, zie ik ook. Ja, is heel belangrijk. Waarom? Omdat toekomst is eng. Ik durf er niet zo goed aan. Mm -hmm. En nu is duidelijk. En uh, dit is wat het is. Ja. Ja, maar dat heeft ook te maken met niet alleen maar in die angst te leven van hoe het mogelijk kan zijn in de toekomst, wat je toch niet 100% zeker weet. Dus gewoon ja, nu kijken wat nu kan. Dat is zo belangrijk. Ik zie ook telkens verwezen worden naar fijne gesprekken voeren, andere mensen. Hmm. En uh, verlies overleven, dat doe je niet alleen. Hè? Dat doe je samen met anderen. Uh, en als je een omgeving hebt met mensen waar je raakpunten bij vindt, dat, dat, dat helpt je uh, door geen moeilijke crisis in het leven. Wat zijn goede kwaliteiten van mensen in de omgeving? Mensen die niet met oplossingen komen, die niet de antwoorden hebben op de vragen, maar die zodanig kunnen luisteren dat iemand zich kan ten gronde uitspreken en zijn antwoorden kan vinden op zijn vragen door het luisterend contact. En muziek van Bill Ritters. Ja, <laughs> ja dat is is heel ook. mooi nummer. Ja. Ja, samen dragen voelt lichter dan alleen. Dat wordt veel gezegd over uh, het lotgenotencontact. Uh, die laatste taak, opnieuw genieten. Dat klinkt als een fijne taak, Manu. Ja. Maar je, moet, je moet zien... Je... Het is de laatste taak, maar die taken lopen door elkaar heen. Hè? Dus voor je het uh, weet, zit je weer dus, in taak één? Uh, voor je zit je weer in taak 1. Daarom spreken we niet over fasen, maar over taken. Ja. Die lopen door elkaar heen en je gaat van het een naar het ander. Als je een maaltijd bereidt, je doet iets met de soep en je uh, ontdooit het vlees, en je doet iets met de aardappelen en je gaat van het een naar het ander. Dus het is multitasken. Uh, uh, ja, ja, dus. Zo ga je ook van de ene taak naar de andere. En je kan uh, de hele tijd behoorlijk goed stellen, maar op de morgen opstaan en er valt een uitnodiging in de bus voor een feest waar je door omstandigheden. Uh, zeg van, ik raak daar niet, ik kan daar niet geraken, of ik kan er niet van, niet, het zal daar te veel lawaai zijn, uh, ik kan me daar da, da niet in thuis voelen, en ineens, poef, stort dat En dat, is dat, is, weer en dat over. is dat levende ja, verlies, omdat ja, ja, het nooit ja, stopt. Ja, 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 ja. Er is nooit ja. iets af te ronden. Um, Joyce, we hebben een uh, foto van jou uh, op het podium. Ja. En uh, nou, daarvan zei je: dat is voor mij eigenlijk die uh, taak nummer vier. Ja, maar ik wil dat dat um, omarmen niet alleen neerzetten dat je allemaal op een podium moet gaan staan en je verhaal moet vertellen. Nee, je hebt want zelfs dan, een beetje schroom bij deze foto. Ja, hè? ik vind het eigenlijk heel lastig. Kijk mij nou. Maar voor mij zit het omarmen in betekenis zijn voor anderen. En, en dat is ook uh, vrijwilligerswerk doen voor de stichting en, en daar uh, voor iedereen van betekenis zijn. Mm. En dat zit hem ook in, uh, nou ja, ik heb ook twee kinderen en, en hoe... Doe ik wat ik meemaak in het leven, neem ik dat mee. En, en zet ik twee goede meiden op de wereld, die ook zorgzaam zijn voor de mensen in mijn omgeving. En het, is, het is veel breder dan dat je het zo moet doen in het schrijven van een boek bijvoorbeeld. Ja. Ja. Waar, uh, waar vind jij je betekenis, Lotte? Um, in mijn werk als verpleegkundige, daar heb ik het natuurlijk ook heel veel over levend verlies, ja. ook bij ja. mijn patiënten juist. Um, maar ook Thuis natuurlijk, hè? Bij, mijn, bij mijn man en bij mijn kinderen en bij mijn vriendinnen. En uh, daar haal ik ook heel veel uit. Tot slot, um, Manu, je hebt een heleboel boeken geschreven. Um, kun je één tip geven die in al je boeken doorklinkt en die je ook vanavond nog even ons op het hart wil drukken? Uh, mensen zitten vaak met de vraag van, uh, hoe, wat, wat kan ik voor iemand doen? En ik heb daar maar één woord voor, luisteren. Luisteren en nog eens luisteren. Uh, en ik heb na zoveel jaar, ben ik bezig, ben nu 77 jaar, ik ben meer dan 55 jaar bezig met mensen in verdriet. Ik leer nog elke dag bij door te luisteren naar mensen. En als we goed naar jullie luisteren, wat is dan de boodschap die we uit deze avond in ieder geval gehoord moeten hebben, Lotte? Wauw, moeilijke vraag. Uh... Ja, voor, mij, voor mij is het dus het mogen vertellen is voor mij het belangrijkste. En dat sluit ook wel weer aan bij het luisteren van wat, uh, wat jij net zegt. Dus voor mij is het kunnen vertellen van mijn verhaal. Uh, voor mij is dat dat je niet je zicht bent. En je bent ook niet je gehoor. Hè? Dus je blijft in de kern wie je zelf bent. En voor de omgeving is ook niet alleen de usher te zien... Maar de persoon te blijven zien. Ja. Dat luisteren voor mensen is niet zo gemakkelijk. En een heel concrete suggestie uh, kom niet binnen met de vraag, hoe is het of hoe gaat het? Want meestal krijg je daar het antwoord bij, goed zeker. Maar stel de vraag aan mensen, vertel eens hoe je de voorbije dagen bent doorgekomen. En dat is een heel ander soort vraag. En dat nou, uh, heeft de mensen uh, een uitnodiging om datgene aan bod te brengen wat hen op dat moment bezighoudt. Dank je wel. We gaan richting het einde van deze Letters Talk. We hebben veel gesproken over lotgenotencontact en hoe, hoe krachtig dat kan zijn in het delen met elkaar. Uh, wil je meer weten over dat lotgenotencontact en heb je bijvoorbeeld behoefte aan één op één contact omdat je misschien een ouder bent met een kind met Usher en wil je eens met een andere ouder spreken? Uh, we helpen je daar graag bij. Stuur dan een mailtje naar usher voor Usher, dat mailadres. Verschijnt nu ook in beeld. Er zijn een heleboel andere mogelijkheden, zoals de contactgroep van de oogvereniging. Die uh, organiseren momenten voor groepen, zowel fysiek als online in de Usher-cafés. Ook zijn er allerlei Facebookgroepen, waaronder ook een voor jongeren met het Usher-syndroom. Dus voor al die mogelijkheden stuur een mailtje en we helpen je heel graag verder. Nou, wat ook nog een prachtige manier van contact hebben met elkaar: dat zijn onze breakout rooms.